Yo! Yo! Sorry daarvoor. You call that a yo-yo? This is a yo-yo! Een keer smijten zeker? Oh, Henk. Dat gaat niet, hè. We moeten eerst berekeningen maken. Want zoals je ziet zijn dus de wielen verzwaard met kettingen, waardoor het traagheidsmoment vergroot wordt. Maar om te weten hoeveel het vergroot is, dan moet je eerst het wiel wegen. Aan de hand van die massa kun je berekenen hoeveel potentiële zwaartekrachtsenergie het absorbeert op de weg naar beneden. En dan hij is vertrokken, zie. Henk, oh, ziet dat gaan. Iets naar beneden gooien zonder berekening, dat doe je niet. Pas op, hè. Bijna beneden. Ja. Ja, het is een kwestie van op het juiste moment omhoog te trekken, hè. Ja, wel, dat kunnen we dus berekenen. Oké, dan ga ik ook. Daar zie je. Heb je het juiste moment berekend waarop je naar omhoog moest vliegen? Of zijn je eigenlijk even hard aan het vliegen als ik? Het traagheidsmoment is niet het moment waarop je trekt, Henk. Dat is iets te ingewikkeld voor bio-ingenieurs. En, conclusie? Het lukt een beetje, maar ja. We hebben een grotere hefboom nodig. Met meer kracht. Meer kracht en een langere hefboom. Ja. Dat kan geregeld worden, hè. Normaal gaat dat geen probleem zijn, want ik heb een spelletje in mijn computer met een kraan. Dus dat is exact hetzelfde. Ja. Dus we trekken naar omhoog, de bak naar mij. Klein beetje naar mij toe. Alright! Ah ja, en zo kan het. Hup! Maar natuurlijk is gestopt en is wel. Ja. Alles goed, je moet dan een beetje op het gevoel doen eigenlijk. Hè. En de jojo is vertrokken. En als dat de jojo beneden is, op, klein trekje. En moet er nog iets gegraven worden, want ik zit er nu toch, hè? Hey! Hey! Ja, een keer een aanrijdingsformulier invullen, zeker. Ja, lukt het een beetje? Ik heb de onderlinge hoeken zodanig bekeken dat ik weet hoeveel millimeters dat die hendels van elkaar moeten staan om in een rechte lijn naar beneden te komen. Mechanische poëzie, in één beweging. Watch and learn. We zullen een keer naar je gevoel kijken, ja. Nu gaan we het zien in zijn gevoel. Ik denk dat we nu ook niet kunnen proberen, hè. Lieve, doe maar. Ja! Oh, nu valt de eeuw schoon. Nu moeten we opletten, hè. Als hij beneden komt. Nu al. Ups. Ja! Dat gaat goed. Maar is zo hoog dat hij gaat. Dat is het juiste moment. Ja. Jack! Ik denk dat ik een nieuwe hobby heb, jong. Alright. Oh. Oeh, oh. Ah, en dan de precessie en de nutatie die het overneemt. Yes! Ik kan nog niet meedoen aan een jojo-kampioenschap, maar allez, het begint toch al. Alright! Spannend! Go, go, go! Oh ja. Ja! Oh, het is te laat. Goed. Hop. Goeie lieve. Hop. Rustig. Ik ga nergens meer aankomen. Ja, Henk. Op het gevoel was dat tof, hè? Ja? Maar de wetenschappelijke benadering komt 3 keer op en neer en op het gevoel maar 2 keer. Hè. Ja, kom. Ik vond het goed, maar we kunnen eigenlijk pas echt weten wie dat er de beste is als we dat tegelijkertijd doen. Op de rest. 3, 2, 1, go! Ah, shit, die begint te draaien. Come on. Ah! Yeah! Ah, verdomme! Yeah! Ah, de wetenschap wint! Was zo goed begonnen. Goed gedaan. Bravo. Yeah.